Hey, welkom bij een nieuwe Minecraft Survival. Ik ben TigerAM. Ik heb even wat off-screen gedaan, zoals jullie zien. ja, dit is niet live. Ik heb gewoon dingen uitgeplukt. Ja, niet echt uitgeplukt. Ik, weet het? Ja, ik ging mijn stem zoeken en toen was het alles kwijt. En dat was echt heel shit. Zoals jullie zien, ik heb wat off-screen gedaan. Ik heb deze, pool gemaakt. Ik heb een emerald gevonden. Ik heb hem alvast een plantage gemaakt. Zoals jullie zien. En ik ga zorgen dat dit plantje weer. Ja. En ik heb twee onderwerpen. Eentje waarom ik niet zo lang. Nee, ik heb er. Nou. Drie. Eentje waarom ik niet zo lang niet heb geüpload. Eentje om een nieuw iets nieuws te doen van hardcore. Op een platland. En over Sinterklaas. Als eerste waarom ik niet zo lang heb geüpload. Dat spijt me erg. Omdat ik het wou wel doen. Maar toen. Het kwam er niet gewoon van. Ik had lang school en zo. En het lukte er niet. Ja, ik had iets tot 5 uur school. Zo. Dat is echt heel irritant. En toen ben ik dat gewoon. Toen ben ik gewoon. Toen dacht ik. Ja, ik ben laat thuis. Ik moet naar voetbal en zo. En toen. Ik zet mijn microfoon aan. Shit, sorry. En toen dacht ik, ja, nee, het heeft gewoon geen nut meer, ik stop het wel, maar. En nu heb ik eindelijk tijd. Yippie! Ik was lekker vroeg uit school. En dus, ik heb gewoon opgenomen. En, ja, ik ben gewoon gaan opnemen. Ik ga zo even meer minen. En het tweede ontwerp is hardcore op platland. En dat ik village moet gaan zoeken. Ik had voor mezelf voorgenomen dat ik gewoon op platland gewoon ga, op hardcore kijken of ik ver kan komen. Want het kan 4 miljoen afleveringen duren. Of het kan er gewoon eentje duren. Dan ga ik gelijk al dood. En dan is de aflevering al gelijk voorbij. Maar dan stel ik natuurlijk wel weer een nieuwe. Dat is gewoon handiger. Ja, dat was het wel gewoon. Ja, ik zal het even uitleggen wat ik dan allemaal ga doen. Ik ga proberen. Allemaal. Ja, ik ga proberen allemaal village te zoeken. Villagers, ik weet niet hoe dat uitspreek. Allemaal dorpen, punt. Dan ga ik proberen te zoeken. Dan ga ik gewoon een eten jatten. En dan kom ik de rest van de dag al verder. Want dan moet ik. Dan hebben we ook een boom volgens mij of zo. Dus dan hebben we. Of een steen. In ieder geval, ze hebben wel. Ja, ze hebben hout. En dan kan ik gewoon ergens. Dan kan ik gewoon een plantage gaan maken. Ik kan heel veel dingen gaan doen. En dan kan ik hier gewoon YOLO'en. Gewoon een heel wereld op gaan maken. Ik kan geen diamonds vinden ofzo. Dan moet ik ook echt in de village zijn. Ja, voor mij was het dan wel. Ja, dat was het dan. En dan over Sinterklaas. Hij is weer in het land. Jee, ik kan ook iets krijgen van de Sint. Het is gewoon een leuke man. En ja, gewoon grappig. Gewoon grappig, elke keer in mijn schoen zetten. Ik ga vanavond ook mijn schoentje zetten. Ja, ik ga vanavond mijn schoentje zetten. Ja, dat is gewoon leuk. Mijn zusje gelooft er ook nog in, dus. Sorry, ik moet microfoon weer aanraken, sorry. Dat is gewoon grappig om te doen. Echt zo, what the fuck. ik loop gewoon glitchen door de deur heen. Nee, gewoon niet. Maar dat is gewoon leuk als je dat nog gewoon doet. Ik moet ook surprises gaan maken. Echt grappig. Want ik heb iemand die ik heel goed ken. Dan ga ik nog niet zeggen. Maar misschien kijken ze mijn video's. En dat wil ik niet. Dat ze mijn video's kijken. En dat ik dan zeg wie het is. Dus. Even denken hoor. Wat ga ik nog verder vertellen? Want ik ben zo wel klaar. En mijn video duurt nog 4 minuten. Dat is echt droog. Ja, ik ging hier een. Weet het, een gang graven. Ik ga gewoon een beetje over deze video vertellen. Lol. Ik ga hier een gang graven en dan ga ik verder met pikken gewoon. Ik vind dadelijk nog gewoon een hele mijn in die andere mijn die ik heb gedaan. Heel shit. Dat is echt irritant. Ah, nee, ik ga nog wat over Sinterklaas vertellen. Ja, Sinterklaas, dat is gewoon echt een grappig feest. Je krijgt Sinterklaas, als je krijgt, zo, je krijgt Sinterklaas, ja dag. Je krijgt cadeautjes, je krijgt echt allemaal. En je hoort de lava. Je krijgt nog bijna, je krijgt gewoon alles wat je wil. Ik zet daar zo'n ding, ik zet eigenlijk daar zo'n ding aan dat ik, wordt het nog nacht? Nee. Ik zet er daar even mijn ding aan, kijk hoe diep ik zat.
Ik zet Galick daar ook aan. Ik ga ook op zoek naar Diamonds. Ik kon niet zo lang opnemen. Dat was maar 8 minuten omdat ik naar de voetbal moest. En, nee, niet naar de voetbal. What the fuck, wat zeg je nou, Jesse? Ik moest eten. Ja, ik moest eten. En uiteindelijk, toen was mijn stem. Shit, nee, mijn stem. Jezus, moet ik alles opnieuw opgenomen? Ik heb er maar gezond. Ik heb weer abonnee. Jippie. En dan gaan we het iemand opnemen, maar ik zeg niet wie, want dat wordt een verrassing. Ja, hier zat ik erop. Ik ga eentje mee. En dit is echt fout, moet je zien. Ik denk zo, oh mijn god, even serieus. Dat denk ik echt. En dat vond ik echt. Zie je, what the fuck? Er staat nog helemaal nergens op. Even serieus. Dat zat er nogal eng uit de steen. Dus, ik ging even toortjes halen. Ik had ook gewoon die toorts van de muur kunnen halen. Droog. En uiteindelijk flikker ik nog in de lava. Ik heb nog 2 minuten vol te praten voor jullie. Hier reek als een zwier weer naar boven. Dat is boven. Wat moet ik nog eigenlijk vertellen? Ja, ik weet het echt niet. Fuck. Fuck yeah. Ja, ik nog even kijken hoeveel minuten ik bezig was. Ik probeer te... Nee. Laat maar, dat ga ik niet vertellen. Onze boom stond daar nog. Onze cactus van... Oh, nee, ging zo kip dood. Dat was echt lollig. Kijk, die draait me... Oh, nee. In ieder geval, daar ging zo die kip dood, zo die zo denk, ja, ik ga weg. Ik ga alleen zijn. En toen ging ik dood. En ik zo, what the fuck, wat ben jij nou, een kutkip? En dat was echt grappig. Dat was de vorige aflevering. Jesse, geen vorige aflevering uit de slowdown. Zo spreekwoord luidt. Nee, gewoon niet. Je wou die niet gaan rennen. Dat was echt kloot, hè. Even muziekje. Mijn muziekje. Droog. Ik heb nog een minuut vol te praten voor jullie. Ik ga gewoon even over deze mijn vertellen. Ik zit nu in deze mijn. Ik sprong even over dingen. En ik hak deze weg. En ik zie opeens lava. En obsidian. Ik denk zo. Oké, what the fuck. Hier ga ik heel slow terug. En toen vind ik redstone, zoals jullie zien. Die pak ik niet. Ik ging hier eens helemaal naar boven werken. Totaal helemaal nergens vloeg. Ik kwam helemaal niet boven. Kijk. Flikker ik altijd naar beneden. Nou, daar boven is iets. Dan dacht ik, ja, bullshit, daar ga ik helemaal niet heen. Dat doe ik wel een andere keer. Toen ging ik naar beneden. En toen vond ik daar redstone. Dacht ik, oh, oké, okay, redstone. Dacht ik, lava. Dacht ik, oké, okay, dat is handig. Toen ik die redstone pak, ik weet echt, mijn god, niet wat ik ermee moet doen. Hier vond ik niks aan. Niks. En dit is echt zo'n kutstukje. Ik flikker in de lava. Ik denk, oké, ik moet voorzichtig gaan doen. Ik ga dat iron hakken. Nee, geen dirt. Ik weet niet wat er gebeurt, maar ik liet op jezelf en denk, kut. Echt, ik dacht, kut. Toen wat eind nog ik ga jullie maar vooral zeggen. Het duurt iets langer, maar dan zeggen jullie ook vooral. Ik zeg, subscribe voor more shit. Doe nou natuurlijk een duimpje hoofd en een like. Blauwe like, ik weet echt niet wat erop slaat. Maar doe gewoon een blauwe like omhoog. Subscribe voor more shit. En dan zie ik jullie weer later. Bye jongens!